De herdenking van de Dag der Inheemsen en herdenking Javaanse immigratie op 9 augustus wordt groots gevierd. Dat zegt voorzitter Henk Herrenberg van de Nationale Herdenkingscommissie. Vandaag is er tijdens een persconferentie in het perscentrum van het kabinet van de president een uiteenzetting gegeven over de verschillende activiteiten die op programma zijn. Er is al een activiteitenkalender samengesteld en de eerste activiteit, en dat is een lezing met als thema cultuur en ondernemen, start op 3 augustus. Herrenberg vertelt meer hierover. Waarom hebben we gekozen voor iets langer? Als je in een Javaanse omgeving woont en komt erin, dan ben je wel eens geweest naar een van dit soort gebedsrituelen. Wat is een gebedsritueel waarbij met allerlei gerechten, eetbare dingen bij elkaar zet? Er wordt dan gebeden en voor de mensen die er zijn wordt verteerd niet in een bord, maar in een blad. Dus we hebben gedacht, als je zo'n ceremonie organiseert op prima bronsplein, dan zijn er die mensen van de buurt die niet wonen in een Javaanse wijk. Dan komen zij en geven een uitleg van wat dat in allemaal betekent, waardoor je een beter begrip krijgt tussen de verschillende culturen en de religieuze belevingen. Omdat, net wat ik zei, we moeten die rijke cultuur die we hebben smeden tot één groot ding en dat wordt dan nazi. Dat is dus Henk Herrenberg, voorzitter van de Nationale Herdenkingscommissie. Er zal ook een aantal personen worden gedecoreerd, zegt Aniel Manurat. Hij is lid van de commissie. Hij onderstreept dat ook de Javanen en inheemsen een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. In Theater Tania gaan wij dan een programma presenteren waarbij we mensen zullen decoreren. De Nationale Commissie neemt het voortouw. Waarbij we mensen gaan decoreren en koppelt aan een mooi programma, zodat de avond een beetje gezellig eruit kan zien. We gaan niet alleen de Javanen, maar ook de inheemse groepen ook decoraties geven. En dat wordt gedaan namens de regering. Klopt? Ja. Dus dat was het voor 8 augustus. En bij deze worden jullie ook al uitgenodigd, maar voor verder informatie wordt het zeker nog gemaild naar jullie. Dat is dus Aniel Manurat van de Nationale Herdenkingscommissie. Hij sprak vandaag op een persconferentie in verband met de viering van de Dag der Inheemsen en de herdenking Javaanse immigratie. En wel op 9 augustus